Goedemorgen, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben Jennifer Dekkers. En ik heb nu niet zo heel veel te doen, maar ik wil wel wat leuks weer doen. Ik zag dat ik het gisteren verkeerd deed met de Pokémon kaarten. In plaats van 4 deed ik 3 eerst omwisselen. Dus ik heb vandaag 2 nieuwe pakjes gehaald. Om even te kijken of ik het nu wel goed doe. Dus, dat gaan we nu doen. Ik heb Evolving Skies, een klein pakje gehaald. En deze ook Evolving Skies. Maar dan meer in dit. Dus... ja, ik hoop dat ik het goed doe deze keer. Die dingen zijn lastig open te krijgen eigenlijk. Maar neem me niet kwalijk dat ik het de eerste keer fout deed. Oké. Nou, deze mogen jullie van mij hebben. Dat is de code. Hou de video even op pauze en dan kun je het gebruiken. Oké, 1... even kijken hoor. 1, 2, 3, 4. Die moeten zo, geloof ik. Ja, energy card. Alvast de energy card. Laten we kijken. Herdier, die is wel grappig. Vind ik wel gewoon grappig uitzien. Spirit mask. Palpitoad. Ik ken die totaal niet, hè, Palpitoad. Die ken ik niet. Bacon. Dan gaan we bacon eten. Litleo. Die is ook wel schattig, eigenlijk. Maar mijn favoriet is Eevee. Lotad. Teddy Ursa. Van een andere stempel. Dat is seizoen 2, geloof ik. Dat zou goed kunnen. Ik heb geen idee meer. Kyogonal. Nou ja, ik ken hem niet, maar dan gaan we nu naar de ene laatste, geloof ik. Als ik zo kijk. Oeh, die is wel mooi. Hippodon. Dat is ook shiny-achtig iets. En Kyurem. Ik heb geen idee hoor, maar ze lijken me wel goed of zo. Ik heb geen idee. Deze twee. Een beetje shiny-achtig. Wel mooi. Waarom reageer ik zo nuchter? Ik heb geen flauw idee. Misschien verwacht ik te veel of zo. Even kijken. Nou, dan gaan we naar deze toe. English Booster. Staat hier English Booster. P4. Oké. Hoe gaat deze eigenlijk normaal open? Ja, Evolving Skies. Dus even klooien ermee, maar dan komt het wel goed. Mensen zullen waarschijnlijk wel boos op mij worden, daarom ik het verpakkingje vernachel of zo. Oh, nou haal ik het er haast niet goed uit. Wacht even hoor. Maar, ja, oké, daar gaat hij weer. Weer even iets voor jullie, alsjeblieft. Hou we pauze! 1, 2, 3, 4. Zo. Nou, hey, energy card. Ik weet dat Enzo daarvan houdt, van deze. Daar gaat hij. Tentacruel. Heel mooi. Tentacruel, een mooie kleur ook zo. Vind ik wel. Rubber gloves. Oké. Vloeten. Zeg mij niks. Echt waar, dat zegt mij helemaal niks. Swablu. Misschien is het beter zoals ik het net eigenlijk deed. Dat jullie een beetje meekijken zo. Hey, weer Leo. Chinchou. Die is ook wel grappig. Dino. Nou, Dino, dinosaurus. Pumpkaboe! Pumpkaboe! Nou, één naar laatste. Oeh, die is mooi. Volgens mij is deze wel goed. Ik heb geen idee. Het is Milotic. En dan gaan we naar de laatste. Talonflame.
Maar ik denk dat Milotic wel een goede is of zo. Rapid Strike is die. Stage 1, oké. Okay. Ik denk dat die wel goed is. Ik heb geen idee. Dat weten jullie. Ik hoop dat jullie het toch wel een beetje leuk vonden, deze unboxing. En ik kan het vaker proberen als jullie het leuk vinden. Ik ben zo nuchter als de pest, maar ik vind hem mooi. Blauw is mijn lievelingskleur. Ja, ik heb alleen niet van die kaarten, zeg maar, dat ik het ergens in kan doen. Nee, dat heb ik niet. Dus dat wordt een probleem. Maar hij is wel leuk. Hij heeft 120 en deze hier zo, die Hippodon, heeft 150. Ik snap er de ballen van. Maar ik hoop dat jullie het een leuke unboxing vonden. Ja, dat waren ze weer. Hey, terugkomen. Tot de volgende video voor unboxing of zo. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben door mijn werk naar Vince toe gebracht en het gaat straks onweren als ik zo kijk. Door je werk naar mij toch gebracht? Ja, door het busje van werk. Ja. Ja. Een aardige chauffeur. Ja. En je stond hier al buiten. Nee, ik heb net een fietsstempje gehad, dus ja. Wat hier op je? Nou kom, we gaan lopen. Auto? Ja, naar jouw huis toe lopen. Ja. Oh, hondje zit er niet mee eens. even kijken. Oké, lopen jochie. Vince heeft speciale schoenen aan. Ik heb mijn camera niet mee, want ik ging onverwacht naar Vince toe. Het waait een beetje, maar ik heb gehoord dat het zou gaan onweren, dus ik ben benieuwd. Even kijken, gaat hij nog? Ja. Speciale schoenen aan. Kijk, de lucht is zo nu, jongens. Het kan elk moment gaan onweren. Het gaat echt onweren, hè? Vince? Het gaat echt onweren vandaag. Oké, ja. Je kijkt naar de lucht! Ja, nou ja, hier is het grijs grauw. Daar is de wolk staan daar. Ja, het is heel anders hier zo. Hier is het grijs grauw, daar is ook witte wolken. Ja, jouw haar is ook grijs. Laten we even kijken. Grijs en wit, door elkaar heen. Ja. Helemaal grijs. En wit. En wit, ja. En zwart, nou ja, een beetje zwart. Wees niet maar toch? Het is me wat, mensen. Kijk, je mag hier 30, zie je dat? Je mag hier 30. Je mag hier 30. Nou, voordat jullie raar opkijken of zo, wat zijn we aan het doen? Vind eens mijn arm met masseren. Want ik heb weer last van die chronische pijn in mijn klauwen. Niet altijd veel zin in. En als je al iets hebt van wat horen jullie nou op de achtergrond? Dat is Dragon Ball Z. Hallo. Dat is ook weer leuk om terug te zien. Vince heeft het op YouTube gevonden. En hij heeft het al geonweerd eigenlijk. Het was heel kort. Ik wil onweer. Ja, ik wil flinke onweer in Amsterdam of Eiburg. Nee, dat vind ik leuk. Niet. Ik wel. Ik vind het leuk. Niet. Ik wel. Ik wel. Hè? Buiten nog wel gewoon. Ja, nou nee, dat kun je beter niet doen als het weer gaat regenen. Het gaat iedere keer weer regenen namelijk. Hier. Kijk. Ja, Quillen, jij weet het, er zit geen bommetje meer in. Ja, er zit geen bommetje meer in bij hem. Dat weten we nu wel weer. Vince, dankjewel dat je masseert. Ja. Dank u wel. Misschien weet het zo van niet. Ah joh, Dragon Ball hier is al zo oud. Is van de jaren 90 of eerder. Tenminste, dat denk ik, mensen. Ik heb geen idee. Je mag niet weg! Je mag niet weg! Ja, ja, er gebeurt niks. Dus dat was wel komisch. Nou ja, wij wachten nog op onweer. Ja! Een hele goedemorgen. Welkom bij een nieuwe weekvlog of zo, hè? Nee, geintje. Gisteren was ik bij Vince. Even iets weggooien. Nou, gisteren was ik bij Vince. Het was heel gezellig en leuk. En vandaag wacht ik op een paar pakketjes. Misschien twee. Misschien dat er meerdere zijn. Eentje is van beestenspullen. En de andere is van MS mode. Ik had laatst een jurk gepast. Maar die paste me niet meer. Die heb ik een tijd geleden aangehad. En ik moet zeggen, ja, ik ben ontiegelijk aangekomen. Dat is echt een verschrikking. En ik kan er weinig aan doen. Ik probeer wel mijn best te doen om af te vallen. Maar ik heb de motivatie niet.
Maar wat ik nu heb gedaan is chocola eten in de ochtend. Ja, top, Jennifer. Hartstikke stom. Maar die jurk paste me niet meer. Ik voelde me net al rommels erin. Dus heb ik een nieuwe moeten bestellen. Omdat ik aanstaande zaterdag naar een verjaardagsfeestje ga van Vince en nichtje. Nu is het wel een verjaardagfeestje. Maar ik ben benieuwd. Want ik ben al benieuwd naar dat stukje jurk of die mij wel past. Ik hoop het. Want die jurk die ik had gepast was maat 44 en ik zit nu dicht bij de 50. Dus ik moet er echt wat aan doen. Ik moet er wat aan doen. Ik moet mijn motivatie zien te vinden. En ik wil iemand gaan bezoeken vandaag. Sorry, het is donker hier. Ik zal wel even een lampje aan doen. Ik wil iemand gaan bezoeken vandaag. Dat is mijn oude personal trainer geweest. Nou ja, heel oud is hij niet. Volgens mij schelen we niet zoveel in leeftijd. Maar hij is mijn personal trainer geweest. En die wil ik vandaag gaan opzoeken. Als ik weet hoe laat hij werkt. Want ik wil hem juist verrassen. En ik weet niet hoe laat hij werkt. Dat is echt shit. Maar ik denk wel ergens in de middag, want het pakketje wordt bezorgd tussen 10:30 en 1:00. Dan wil ik daarna gaan vertrekken. Als het pakketje binnen is. Ik weet niet waar het pakketje nu precies is. Maar ja, het stond wel bij allebei tegelijkertijd. Dus het is bij elkaar gezet. Daar ben ik al helemaal blij om. Ja. En Vince had ook gevraagd of ik bij hem zou gaan slapen vandaag. En ik zei nee, Vince. Ik verwacht morgen iets en ik denk dat ik er voor thuis moet blijven. En jij moet werken. Dus ja. En we hebben geen onweer gezien. Nou zeg. Nou, wat ik nu eerst ga doen is eventjes gewoon normaal brood eten. En wat drinken. En dan zien we het wel voor de dag. Yeah. Maar eerst wachten op de pakketjes. Moet de jurk meteen aantrekken of niet? Nou, meteen om te passen, denk ik. Dat lijkt me wel handig. Nou, zie je, caduc. Shit. Ik pak hem zo. Eerst even een pakketje openmaken. Ik heb ze binnen. Dit is van Beestenbende. Of zoiets, bezig spullen, weet ik veel. Ja joh, ik geef zo meteen wel antwoord, niet nu. Ik word op Facebook overal aangesproken. Door één en dezelfde persoon. Ik had nog niks gezegd tegen die persoon. Wat dan? Zo, bezig spullen was het. Zo, oké. Okay. Nou, de hartjes kunnen hier dadelijk wel gaan genieten. Hey, als het leuk. Hier kan ik dus eten of snoepjes in doen. Dan moeten ze dat eruit proberen te halen. Zo cute. En een nieuw hangmatje voor de ratjes. Hier moeten ze dus dan proberen in te gaan liggen. Ik hoop dat ze het leuk vinden. Maar ik ben benieuwd, ik denk het wel. Zo. Kijk, dit is een hangmatje zo. Het touwtje moet de andere kant op zeker. Ja, andere kant op. Oké. Dit is het hangmatje. Ik moet hem aan deze kant dus ophangen. Dus dat komt wel goed. En dan ook nog haakjes. En als je iets hebt van hoezo haakjes? Ik heb niet genoeg, zeg maar. Even kijken. Zo, dit dus. Dit soort haakjes dus, die zoek ik vaak. Dat vind ik fijn. Dat vind ik makkelijk open te maken en zo. Maar dit ga ik straks even in de kooi ophangen. Dit is wel grappig. En dan nu eigenlijk ook het moment suprem waar iedereen op gewacht heeft. Even hier neerzetten. Zo. Mijn jurk. Even kijken. Ik hoop zo dat deze past. En dat ik me geen rom op voel. Anders heb ik echt dikke vette pech. Want het duurt 3 dagen. Niet meteen eraf halen. Oké, hoe werkt dit? Oh god. Dit jurkje moet ik dus dicht trekken. Oh mijn hemel, dit jurkje moet ik dicht trekken, jongens. Niet, maar ik ga het wel even aantrekken, dus tot zo. Nou mensen, ik denk dat deze ook te klein is. Ik kan wel een beetje zo laten zien als ik naar achteren loop. Zo. Maar hij is te klein. Ik heb maat 48 gekozen. En ik heb geen behoefte om nog naar de winkel te racen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Hij past gewoon niet. Of zo. Ik weet niet hoe deze vast moet of wat dan ook. Dat is me niet uitgelegd. Maar hij is te klein.
Ik heb gewoon pech. Shit. Ik zou niet weten hoe die anders moet. Ja, zo niet in ieder geval. Het is een jurkje, dat zeker. Maar ik heb helemaal geen zin om nu nog naar iets anders te gaan zoeken of wat dan ook. Ik heb gewoon echt mijn moment niet. Hier raak ik wel een beetje depri van. Nou ja. Dus met andere woorden, ik ga dit ding wel houden, maar ik weet niet hoe die dicht moet of wat dan ook. Ik snap dat niet. Joehoe. Hij is wel heel leuk, maar ik raak even helemaal gefrustreerd hiervan en een beetje in paniek. Take it easy, take it easy. Ik weet het echt niet meer. Mag ik even mijn frustratie uiten, mensen? Dat betekent dus dat ik eigenlijk gewoon maat 50 had moeten doen. Denk ik. Ik heb geen idee. Hé, wat is dit nou weer? Moet dat zo? Of zoiets. Ik heb geen idee. Zit er nog eentje hier op mijn rug? Wat de hel? Als er nog eentje op mijn rug zit, ben ik heel blij. Maar, hallo, waar zit die dan? Ik weet het niet. Ah, B. Hè? Oké, ik heb nu één touwtje gevonden. Hopelijk zit er hier nog eentje. Denk het niet. Juist, dat wist ik niet, dat er nog een touwtje bij zit. Ik ben echt heel erg trillerig nu. Ik tril heel erg. Omdat ik geen zin heb om nieuwe te zoeken. Even kijken, deze moet dan zo, denk ik. Ik ben echt de holmops. Ik heb ook tegen Vince gezegd, ik ga geen nieuwe meer zoeken. Daar heb ik geen zin in. Dus dan blijft het ook bij dit, hè. Nou, dit zou toch niet erg zijn of zo? Toch? Ik hoop het. Oh, dit is echt vreselijk. Ik kan hier niet zo goed mee omgaan met dit soort dingen. Tegenslag of zo, voor mijn gevoel. Error in mijn hoofd nu, heel erg. Dus, excuus. Ik ga even acclimatiseren. Even vrienden vragen om hulp. Oké, ik heb net een nieuwe hangmat erin gehangen. En wat gebeurt er? Tokai gaat dat nu al slopen. Kijk maar. Daar is Tokai erachter. En die heeft nu al zin om het te slopen. Dus joh, bedankt Tokai. Verdorie. Dat is toch niet leuk? Het is een hangmatje om in te liggen. Nou ja, het is eigenlijk ook wel eentje om te slopen, geloof ik. Kijk. Nou, oké. Wat is er gebeurd? Ik ben nu bij die kennis geweest. Die schrok eigenlijk van hoe ik er nu bij loop. Maar ja, hij heeft mij dunner gezien eigenlijk. Maar het komt helemaal goed hoor. Maar ook de fysiotherapeut was geschrokken. Die vroeg ook wel of het wel goed ging verder. En of het ook nog wel met Vince samen ben en zo. En mensen vragen nu steeds aan mij, ga je samenwonen met Vince? Ik zal die vraag nog een keertje rustig beantwoorden. Voor mij hoeft het allemaal niet zo, want nu zijn we aan het latrelatie. Dat we elkaar eens in de zoveel tijd weer zien in de weekend of af en toe door de week. Eventjes naar elkaar toe gaan. Maar een echt samenwonen hoeft voor mij niet zo nodig. Ik ben echt gewend aan mijn rust. In mijn eigen woningje, mijn eigen plekje, om het terug te trekken. En als je samenwoont, heb je dat niet. Dan zit je echt aan elkaar 24/7 geplakt. En daar heb ik geen zin meer in. Dat heb ik met Vince pas geleden gedaan. En daar heb ik nu eigenlijk helemaal geen zin in. Ik vind het goed zo, het is fijn. En hij kan ook zijn eigen ding doen. Kan af en toe de muziek keihard zetten wat hij leuk vindt. Ik hou er helemaal niet van om de muziek keihard te zetten. Want ik vind het belangrijk om elkaar te verstaan. Ja. En ik versta geen Hindoestaans. Wel een paar woorden, maar niet veel of zo. Ik begrijp wel wat ze bedoelen vaak. Maar voor nu, het is goed zo. Nou, eigenlijk, ja, een aparte middag. Ik ben thuis. En ik denk, ik ga even opruimen in de keuken, in de woonkamer en zo. En ik zet de kooi opzij en een van die randjes ligt op apengaap. Ik denk van, nou, die wil slapen.
En ik loop later weer voorbij. Normaal gesproken reageert hij op mij. En hij is hooguit nu een kwartiertje geleden overleden. Het lieve ratje. Het was een mannetje. En twee dames wilden hem ophalen binnenkort. Aanstaande maandag. Maar hij is overleden. En ik weet niet waarom. Ik laat hem nu maar even zien. Dit is hem. Doe maar even niet te lang. Maar ja, ik snap er niks van. Wat er aan de hand is. Ik heb geen flauw idee. Het is heel vreemd. Waarom is hij nou overleden, denk ik iedere keer. Ik ga ook niet naar de dierenarts ervoor om sexy te laten verrichten, want dat is hartstikke duur. Maar een vriendin van mij komt zo meteen deze kant op. We gaan hem begraven. En nee, ik ga niet zeggen waar. En ook niet waar we dat precies gaan doen. Maar het is wel echt even shit. Ik baal hier ontzettend van. Ik vind het zo zielig. En ook voor de twee dames die hem wilden ophalen, samen met zijn broers, want ze gingen alle vijf ophalen. Nou zijn het er nog vier en ik hoop dat ze het allemaal redden, echt waar. Zij zei ook, het kan zijn dat er iets met Hanny zelf was terwijl ze voeding gaf aan ze, dat de melk misschien niet goed is geweest en dat het nu tot werking komt op deze manier. En dat vind ik echt heel jammer. Het is echt shit. En, oh ja, iemand zei tegen mij iets over Hanny. Ik ga niet precies zeggen wat er is gebeurd bij haar vorige eigenaren. Maar door bepaalde omstandigheden moest ze weg. En ja, het kan gebeuren. Alleen de naam werd een beetje gek geschreven. Je moet aan honing denken, maar dan in het Engels. Zo schrijf je haar naam, Hanny. Ja, ik noem haar gewoon zo. Alleen Hanny is niet echt heel erg vriendelijk als je er wil optillen in de kooi of aaien in de kooi wil doen of zo. Dat is niet zo handig. Ik kan geen Nederlands meer. Maar het is niet zo handig om haar te aaien in de kooi gewoon bij je pakken en dan kan ze gerust geaaid worden. Voor de rest is het een heel lief beestje. Nou, ik vind het jammer dat deze dood is. Maar ik ben er wel bij geweest zodat hij niet alleen was. Dat heb je ook wel eens met ratjes, dat ze alleen zijn. En dat vind ik zielig. Ja, het is jammer. Maar ik heb mijn best gedaan. En of ik ooit weer een nestje wil doen? Tuurlijk, altijd leuk. Zodat andere mensen in Nederland weer een kans kunnen krijgen. Maar dan moet ik wel beter mijn best doen, vind ik. Hé jongens. Ja, doe jij even normaal, joh. Ik wacht op Vince eigenlijk tot hij me belt. Als hij me gaat bellen. En jullie zagen ook gisteren dat ik in paniek was om de jurk. Ik ga hem wel aantrekken, maar ik was gewoon een beetje in paniek en ik wist niet meer wat ik moest doen. En dan weet ik het gewoon niet meer. En dan raak ik heel down en dan kan ik mezelf naar beneden halen. Is gelukkig niet gebeurd. Gelukkig niet. Dan kan ik echt heel down worden en zo weet ik het allemaal. Maar dat is niet gebeurd gelukkig. Ik heb met vrienden gepraat van hoe moet ik dit doen en zo. En zo, ja, gewoon een legging eronder aan. Dat staat je prachtig. Nou, oké, dankjewel. Ik ben gewoon ontiegelijk onzeker daarover. Dus ja, ik heb gewoon af en toe nog echt bevestiging nodig dat het kan. En vroeger vroeg ik dat altijd aan mijn moeder, maar dat gaat niet meer. Dus ja, het is even lastig, maar het komt goed. Nou, ben je hier rustig hoor. Ik zal me echt missen hoor. Ik krijg nu een berichtje weer van iemand. Ja, echt shit is dit. Nou mensen, ik ben aan het wachten op mijn ambulante begeleider die hier over een uurtje is. Maar ik heb ook fysiotherapie gehad vanmorgen vroeg. Om 9 uur en ik ben nog steeds heel erg moe van gisteren. Echt te veel gedaan, geestelijk was het te veel. En ik denk lichamelijk ook en ik heb geen idee wat er is. Dus ik denk even aan mezelf, even één begeleider afzeggen, anders wordt het echt too much. Maar ik heb ook wat leuks gedaan in de kooi. En dat wil ik jullie even laten zien. Zoe die probeerde hem namelijk open te krijgen. Dat ding wat ik erin heb gehangen. Ja, het is maar wat hè. Hoe krijg je het open? Je moet niet het hout opeten in ieder geval. Want dit dingetje heb ik meelwormen in gedaan. Die gedroogde meelwormen. En ik geloof dat Mana nu een poging gaat proberen. Maar het is zo leuk om te zien hoe ze het proberen open te maken. Dat is echt leuk. Ik heb er net wat foto's van, maar ik denk dat Zoe nu iets heeft van Mana wegwezen. Ik wil het hebben. Uh-oh. Ja, oké. Okay. En dit ding is leeg. Die heb ik hier even ingegooid en daarop. Ja, dat moest ook even gebeuren. Ik heb net de vaatwasser aangezet. Even deze deur open. Zodat het niet zo heet wordt binnen. En wat minder ruikt naar ratten. Mijn ambulante begeleider is niet bang en ze komt een keertje in beeld, heeft ze gezegd. Ik weet alleen nog niet wanneer. Ik moet even iets pakken. Volgens mij, ja, dit heeft ze op de grond laten vallen. Kom hier, ding. Kijk.
Wil jij hem hebben, Mana? Mana? Goed zo, alsjeblieft. Zo, alsjeblieft. Hallo, dames. Uittrekkous of iets? Nee. Dat is een uittrekkous, oké. Okay. Hallo. Steunkous. Steunkous, oké. Okay. En we zijn nu bij jou thuis. Er komt zo meteen iemand voor. Nou? Steunkous? Ook, maar nog iets anders. Haar? En? Voor haar. Ja. Voor mijn haar. Voor mijn haren en voor Vince haren. Echt, maar ja. Ben jij lastig, jong. Sorry, maar dat is echt voor haar. Ja, mijn haartjes hier, zo. En haar. Oh mijn god. We weten niet of we mogen filmen, trouwens, van haar. Dus dat weten we niet, van, maar... Van degene... Even. Ja, want ik weet dat het een vrouw is, namelijk, oh. Die komt. Maar het is een mevrouw die komt. Ik weet niet of we mogen filmen tijdens het knippen of zo, maar dat ga ik gewoon vragen. En als het niet wil, gaat het ook niet gebeuren. Maar hey. En ik ben net gek van hetzelfde liedje, want Vince heeft Blue opgezet, het liedje van hun, dat laat ik maar even hier zo zien, van Eiffel 65. Maar dan om het nou 6 keer achter elkaar te horen, dan word je wel een beetje simpel, joh. Dat is 1 uur lang, hè? Ja, daar heb ik dus geen zin in. Een uur? Oh mijn god, nee! Dat is toch te erg voor woorden? Ja, wie heeft die gehoord een uur lang? Dat heb je maar 5 uur gehoord. Nou, ik vind dat meer dan zat. 1 keer is meer dan... Nee, we hebben nu al 3 keer geluisterd. 1 keer is meer dan zat. Is dat zeker op je liefde gezien, hè? Wie? Is dat zeker op je liefde gezien? Ah, oké. Okay. Maar die is... Ja, mijn blauw is mijn lievelingskleur, maar dat liedje vind ik niet altijd even denderend te horen of zo'n 10 keer achter elkaar. 3 keer is meer dan zat. Anderen graag. Thank you very much. Gaan we naar de afdeling toe? Ja, we gaan iets anders zoeken. Later! Ciao. Dat is behoorlijk smakkerd. Ze hebben... nee, een auto-geluk had ik. Oh. Gaat. Hey Vince, heel veel witte haartjes hier. Van je hoofd. Je wordt te grijs, door joh. Door het auto-geluk is het litteken. Oh, oké. Okay. Ik denk al, ben je flink gevallen. Ze hebben een stuk schedel weggehaald. Oh, heftig. Te groot van ongeveer de vriendin aan de hand. Ja, dat is goed. Ziet goed uit. Ik heb nog scherp in mijn hersens. Oh, shoot. En de chirurgen waren te voorzichtig. Ja. Ja, stel je voor, ze zouden eruit halen, ze zouden iets... Beschadigen. Meer beschadigen, dan zou ik, ja. Ja. Nog ergens naartoe zijn dat ik nu ben. Dat wilden ze voorkomen. Ja. En zitten nu nog steeds glassplinters of dat niet? Nee, botsplinters. Oh. Ja, van jouw schedel, hè? Ja. Oh, heftig. Ik gebruik als glas eigenlijk. Ja. Zo klein kunnen ze zijn. Nou mensen, ik ben alvast geknipt ook. Dat hadden jullie niet gezien, maar ik was vergeten te vragen. Net vroeg ik het ook. Het is een stukje korter mijn haar. Het is even wat levendiger zo. Nu ga ik even douchen, mijn haren wassen. En Vince gaat ook douchen. Zo stuk eraf. Ja, dat is toch goed? Ja. Ja, het ligt hier helemaal. Dat was dus een thuiskapster. Heel erg lief. Bewonderingswaardig dat... Dat ook. Bewonderingswaardig. Goeiedag. Goed, moeilijk woord. Goed, ja, 24/7. Dus doet ook 's nachts. Dus als jullie er nodig hebben, bellen. Maar alleen in Amsterdam en omstreken. Dus helaas, dichtbij. Helaas. We gaan geen nummers delen. Dan moeten mensen maar op Google kijken. Gewoon thuiskapster Amsterdam in toetsen. Dan kom je er. Ja, dan kom je er al. Nee? Ja, ja, ik kan wel de website in de beschrijving zetten. Dat nee. Kan ik wel doen. Nee. Dat mag. Nee, ik bedoel, ja, dat mag maar. Je komt er niet. Zij komt. Oh, zij komt naar je huis, ja. En ik zie nu ook dat ik een blauwe plek heb hier. Niet zo dat het... Het komt niet? Nee, het is tegenhouden. Oh, oké, okay, dat is ook niet altijd goed, denk ik.
Nou, ik ga lekker douchen. Tot zo! Ja? Ja, jij hebt hooi gehoord, dat is ook balen. Maar ik ga lekker douchen. Tjallaas! Ik wil Netflix opstarten. Goedemorgen trouwens. Ik wil Netflix opstarten. Maar hij doet een beetje moeilijk, de tv. Hij heeft er geen zin in. Wat te doen, wat te doen. Nou, kom op joh. Duurt te lang. Ik sta hier al 10 minuten. Yay! Hij doet het eindelijk. Het heeft echt 10 minuten geduurd. Nou, wij gaan straks naar verjaardag. Ik heb de jurk al een beetje aan, zoals je ziet. Leuk! Mijn haar is ook korter. Ja, creature. Ja, oké, rustig aan jongens. Ik ga even een filmpje kijken. Dus later! Spookt het hier of zo? Dat doet hij nooit. Hij was gemaakt. Wat is dit? Huh? We zijn net thuis, maar wat dit nou allemaal is? Vince en ik zijn net terug van een verjaardagsfeestje. Vince heeft net de vaatwasser aangezet. En ineens dit. Misschien moet je hem even openmaken, misschien zit er wat vast of zo. Je hebt hem uitgezet, maar... Je ziet er netjes uit. Maar wat er nou aan de hand is, ik heb geen idee. Dat was echt raar. Ik denk dat het glas er tegenaan komt. Oeh, dat klonk niet zo lekker voor dat glas. Anders ga je dat ding toch afwassen, die wat in de magnetron kan. Denk je dat die de schuldig is? Dat was echt raar. Nou, een paar dingetjes eruit gehaald en kijk wat er nu gaat gebeuren. Nog steeds hetzelfde geluid. Maar minder hard dan net. Hij is eng hoor, die van jou. Wat zeg je? Doet hij altijd zo? Ja. Nou, dan is dat harder dan bij mij thuis. 3, 2, 1. Nee, dat doet hij dus niet. Maar oké. Okay. Hij doet het weer een beetje normaal. Wat heb je eruit gehaald? Een glas en dat ding toch? Mm-hmm. Ja. En het bord heb je wat verder erin gepropt. Nou. Tabi, wel trusten. Nou, het is al eigenlijk nu midden in de nacht. Maandag is het nu. En wij gaan lekker slapen. We hebben vandaag niet gevlogd. Waarom niet? Gisteren. Gisteren, ja dan. Waarom hebben we niet gevlogd? We waren op een feestje. Zijn neefje was jarig. En de dag daarvoor was zijn neefje jarig. We hebben wat verjaardagen in juni. Maar bij deze wil ik jullie toch vragen om op mijn kanaal te gaan abonneren. En een blauw duimpje omhoog. Dat vind ik leuk. Zou ik heel erg lief vinden. Jullie ook. En dan zien we jullie weer bij een volgende weekvlog. Dus bij deze weer, rollado!